Maandagavond was het nog behoorlijk droog in de natuur en het ging mis in Maria Hoop. Daar brok branddoor in een bosparceel aan de Dominicusweg. Vanwege die droogte brukte de brandweer geliegoed met 2 blusvoertuigen en 2 waterwagens. De plek waar de brand was uitgebroken was moeilijk bereikbaar met de brandweerwagens. Volgens een brandweer had een perceel van 35 bij 35 in brand gestaan. Geluk bij een ongeluk was dat het niet heel weide, waardoor het vuur zich niet snel had verspreid. Maandagavond rond 10:30 werden het zijn brandmeester gegeven. Het nablussen heeft wel nog even geduurd. De oorzaak van de brand is niet bekend.